Dag Koen. We hebben ons ontvangen met een collega Kurt. Ken ik van de laatste keer. CEO van Pilar, de microfinancieringsorganisatie uit Honduras. Die is komt kijken naar jouw koffie. Vandaag zijn we op bezoek met René Banegas, dat is de CEO van Pilar, een van onze partnerorganisaties uit Honduras. En dat is een microfinancieringsinstelling die kredieten verstrekt onder andere, en ook spaarproducten enzovoort, maar vooral kredieten aan ondernemers. La finca típica en Honduras. Sí, es el típico burgerij, koffieboerderij. Ja, ja. Ze hebben heel veel koffieboeren als klant. Ja. Zij kent eigenlijk die markt ook heel goed. Dat is tof zeg. Ik denk dat het voor René heel interessant is om eens deze kant van de oceaan te zien wat er met die Hondurese koffie gebeurt. Dank u. Por Ik ben bij de coiffeur gaan, gelukkig dat ik niet geweest ben. Ik denk dat het zeer interessant is dat we niet alleen technisch assistentie verlenen en over bankaire zaken gaan praten, maar ook eens gewoon, zoals wij dikwijls hun klanten gaan bezoeken, dat zij ook eens naar hier komen, klanten gaan bezoeken en zien hoe dat het hier allemaal in zijn werk gaat. Dat is de koffie van JPI. Hoe zeg je? Pais. Honduras, ja. Bueno, is goed, strong koffie, good koffie. En die is ook Max Havelaar koffie, koffie. Ja, wij doen die in de mengelingen van de Max Havelaar. Ja. 40 koffie is op de markt gekomen om eigenlijk de boeren in die Midden-Amerikaanse landen te helpen. Dat is dus de koffie dat meneer naar ons toe zet. Voilà. Zo'n café, Leon Douras. Ja, daartussen zitten geeft mij wel een goed gevoel, ja. Hier gebeurt het dan, het hartje van Bresor. Momenteel is die koffie aan het branden. Je ziet het daar in een klein venstertje. We gaan niet te snel branden, ook om een zachte koffie te bekomen. Ja. In relatie met de Honduras, igual nosotros atendemos los más pequeños. Y el hecho de que una persona haya crecido de esta manera, que haya diversificado su producción, es importante. Nosotros tenemos muy buenos productores de café y esto realmente motiva, te hace pensar que un productor también puede hacer estas cosas en Honduras. We hebben specifiek Bresor bezocht, omdat enerzijds hij is een grote fan van Anderlecht en van Paul van Imst, dus dat was al een leuke combinatie. Maar ook omdat Bresor koffie levert aan Sera en Sera regelmatig acties doet voor haar vennoten, waaronder ook koffie aan een interessante prijs kan geleverd worden aan de vennoten. Zo. En de officiële laatste nieuwe is daar juist een maand uit. Hè? Ah, bon? Ja. Voor ons is dat natuurlijk heel, heel leuk hè, om te zien dat we samen die weg afgelegd hebben. En dat is ook onze taak eigenlijk, om organisaties te laten groeien, zodat zij na verloop van tijd echt volledig zelfstandig kunnen functioneren en hopelijk nog verder groeien. Hè. Gracias.